bezig. U heeft kinderen al gigaboxen zien bouwen. Dat wordt op dit moment ook gedaan. Er wordt gevaren op de vecht met een natuurgids. Het is een maagdelijk wit doek wat u hier ziet. Er is verf, er zijn kwasten, er is papier, er is water, er is EHBO. Alles is er in de buurt. Dus als er iets misgaat, dan kunnen we ook nog eerst de hulp verlenen. Maar beide heren gaan een aanzet geven voor het eerste schilderij. Vecht op het doek. Er schoot een schilder in je. Als ik naar mijn vingers kijk, zou je het wel geloven. Hè? Maar het is leuk om te doen, maar ik geloof niet dat ik daar... heel veel talent voor heb. Ik ben een nette schilder, geloof ik. Nee, thuis als ik kozijnen schilder en de deur enzovoort, dan zie ik er ook al wat anders uit. Dan zit het tot in mijn haar. Maar vandaag valt het mee, op een of andere manier. Maar dit was wel leuk, even kunstschilder spelen. Nee, ik merk wel dat je een ander deel van je hersens aanzet. Dus het is echt leuk om te doen. Het is ook gezellig, hè? Samen met de wethouder uit Ommen. Echt ook een beetje symbolisch om te laten zien dat we echt samen wel voor het festival de weg staan. Samen met Harderberg en Zwolle, die ook graag aanwezig hadden willen zijn, maar gewoon niet konden vanwege vakantie. Ja. Vecht verbindt natuurlijk. Hè? Ja, nou exact. Hè. En ik zei net al wel, de vecht lag er eerder dan dat de gemeentegrenzen er stonden en lagen. Dus het roept ons ook wel op om te blijven samenwerken. En dat doen we goed op toerisme, op cultuurgebied nu. En de weg ligt natuurlijk ook daarnaast wel. Dus we werken goed samen. En ik denk dat we op deze manier ook maximale synergie kunnen bereiken. Dat doe ik niet zo vaak schilderen, behalve dan een muurtje veel schilderen. Maar echt artistiek schilderen, dat is voor mij niet echt weggelegd. Maar we hebben een poging gewaagd, gezamenlijk, met Jan, uitslag. Ja, ben je een beetje artistiek aangelegd? Zou ik niet durven zeggen. Nee, ik laat dat graag aan anderen over. Ik hou er wel van. Ik kijk graag, kom graag in musea, kijk graag naar kunst. Maar talent om zelf iets te ontwikkelen, dat geloof ik niet dat ik dat heb. Een mooi festival, hè? Zo de vecht. Zeker, ja. En ook dat het nu over de meerdere plaatsen heen gaat. En de samenwerking die is altijd al goed geweest op toeristisch gebied. Zeker met Dals en Harderberg. En dit is een mooie exponent op een muzikaal gebied. Leuk, heel ontspannen. We weten elkaar prima te vinden en we versterken elkaar, absoluut. En moet die vecht eigenlijk nog beter uitgebouwd worden? Ja, wel gepast. Dus met een somp is dat hartstikke mooi. Dus we moeten de positieve punten pakken. Het moet geen racebaan worden voor hele snelle boten bijvoorbeeld. Dus op een gepaste wijze kan de vecht heel goed gebruikt worden. Dus echt voor de beleving en gezelligheid. En wat gaat het volgende schilderwerk worden wat je als kunstenaar gaat maken? Daar ga ik eerst eens diep over nadenken. Schuilen er nog kunstenaars in de wethouder? Oh, absoluut. Ze doen het hartstikke goed. Ik mis wel een beetje dat ze wat meer kleuren gaan mengen en dat soort dingen. Maar nee, complimenten. Hadden ze misschien eerst een cursus moeten hebben? Nou, nee. Ik hou wel van spontaniteit en aldoende leert men. En als je nu een cijfer mag geven? Nou, ik geef het dan een dikke 8. Bij ons in het oosten, was niet te zat, was. En mij maakt niet ons snakken, ooit niet met zo'n plas. Met de pen op de oren en de tassen gepakt. Nou, hoe is dat de kachel? Beer when it's cold, beer when it's cold.